Willem II speelt zaterdagavond dan de wedstrijd van het jaar tegen VVV. In Venlo ontmoeten de twee ploegen elkaar voor de 12e keer in de Eredivisie. Tot nu toe werden de punten gelijk verdeeld. Allebei wonnen ze 3 keer en 5 keer speelden ze gelijk, zoals in februari 2008. Messoudi raakt de bal kwijt, daar waar het niet mag. Amrabat, het schot van Amrabat, redding Aerts met moeite. Het is de eerste serieuze doelpoging in de wedstrijd. Amrabat is er langs met bal. En schiet dan maar tegen Swinkels op. Mampuya, Honda, goede beweging. En een aardig schot ook van Honda. Veel beweging om Aerts heen. Daar is de corner, daar is het doelpunt. Het is 1-0 en het doelpunt is van Rekers. Douglas. Cargbo. Jansen. Voorzet is aardig en de kopbal is daar en het doelpunt is daar. Het is dan toch Willem II dat scoort. En Cristiano maakt zijn eerste van het seizoen. Voorzet van Jansen is goed. Mooi met gevoel gegeven. En Cristiano timed goed, kopt de bal goed in. En na een knieblessure en een schorsing na een rode kaart is hij weer terug. En scoort hij. Windjes, geen kans. Van der Struik. Verre inworp. Moerad legt klaar. Het schot, maar tegen Douglas op. Nu Douglas zelf met de voorzet weggehaald door Verdelle. Cargbo. Buitenspel voor Douglas. Cargbo. Het geeft aan dat hij kramp heeft. Cargbo. Swinkels. Kan Soltani er wat mee? Nee, Belem. Cristiano. Nee, het is afgelopen. Het eindigt in 1-1. Een uitslag waar beide ploegen heel weinig mee opschieten. Ook deze week hebben we natuurlijk weer een nieuwe clubquiz. Maar eerst krijg je nog het antwoord van vorige week. Toen vroegen we je welke twee spelers in het seizoen 98-99 vaker scoorden dan Dennis Schulp. Het antwoord op die vraag is Mariano Bombarda en Adil Ramzi. Thomas Ruijmakers wist dat. Gefeliciteerd. Willem II neemt contact met je op. Dan nu de vraag van deze week. De wedstrijd tegen VVV eindigde in een 1-1 gelijkspel. Dat seizoen eindigde nog een uitduel in 1-1. Welke wedstrijd was dat? Weet jij het antwoord op deze vraag? Mail dat dan naar clubquiz@willem2.nl en maak kans op 2 kaarten voor de thuiswedstrijd tegen Roda JC van zaterdag 2 april. Een kelderduel, een 6-puntenwedstrijd, een degradatietopper. Je kan van alles verzinnen voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor Willem II. Als de tricolores winnen, dan verkleinen ze het gat naar VVV, de nummer 17, tot 2 punten. Als ik onze agressiviteit zie en we kunnen dat volgende week aan de dag leggen, gaan we vol vertrouwen naar Venlo, zo simpel is het. Dan schat ik ons toch op dit moment in staat om die wedstrijd te winnen. De wedstrijd van zaterdag begint om 8:15. Kijk voor actuele informatie over de kaartverkoop op willem2.nl. Wist je dat alle wedstrijden van Willem II live te zien zijn via tricolores.tv? Ga dus snel naar de website, klik op live en koop alvast je eenmalige kijkcode. Of maak gebruik van het voordelige online maandabonnement.